We openen vanmorgen het woord van de Heere in Genesis 6, de eerste 8 versen. Genesis 6, de versen 1 tot 8. De laatste geschiedenis voor de zondvloed. We lezen daar het woord van de Heere onze God als volgt. En het geschiedde als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen de dochters van de mensen aanzagen, dat zij schoon waren, knap waren. En ze namen zich vrouw uit allen die zij gekozen hadden. Toen zei de Heere: mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, omdat hij vlees is. Doch zijn dagen zullen zijn 120 jaar. In die dagen waren er reuzen op de aarde. En ook daarna, als Gods zonen tot de dochters van de mensen waren ingegaan en zich kinderen gewonnen hadden. Deze zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn, mannen van naam. En de Heere zag dat de boosheid van de mensen menigvuldig was op aarde. En al het gedichtsel van de gedachten van zijn hart te alle dagen alleen boos was. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens op aarde gemaakt had. Het smartte hem aan zijn hart. En de Heere zei: ik zal de mens die ik geschapen heb verdelgen van de aardbodem. Van de mens tot het vee, tot het kruipend gedierte en tot het gevogelte van de hemel toe. Want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. Tot zover. En toch is God genadig. De eerste plaats het geslacht dat met de Heere leeft kiest voor de zonde. En in de tweede plaats de Heere geeft uit genade een nieuw begin. In wat voor wereld leven wij? Dat is de grote vraag waar Genesis 1 tot en met 11 een antwoord op wil geven. In wat voor wereld leven wij? En het antwoord wat we tot nu toe gezien hebben in de preek over Genesis, dat schetst geen rooskleurig beeld. Aanvankelijk dat goede begin in het paradijs, waarin alles goed was en waarin Adam wandelde met God. Daarna kwam de zondeval. En na de zondeval is het alleen maar bergafwaarts gegaan. De zonde heeft zich verdiept. Kain, hij slaat zijn broer Abel dood. En daarna gaat hij zijn weg verder zonder de Heere. En zijn nageslacht volgt hem in dat spoor. Net als Kain leven ze zonder de Heere. Openlijk leven ze in zonde. Maar dan net als je denkt dat het hopeloos is, lees je over dat andere geslacht wat er op aarde leeft. Het geslacht van Seth, het geslacht dat met de Heere leeft. Midden in deze wereld, waarin velen zonder de Heere leven, staat een altaar waar Seth en zijn nageslacht samenkomt om de Heere te dienen. Er is hoop. Het geslacht van Kain, het geslacht dat zonder de Heere leeft, het is niet het enige geslacht wat leeft. Er is ook een ander geslacht dat de Heere niet verlaat. Er zijn ook mensen die met de Heere leven. Gods koninkrijk gaat door in deze wereld. Totdat we aankomen bij Genesis 6. Het hoofdstuk waarin de Satan alsnog lijkt te winnen. Het hoofdstuk waarin de Satan het voor elkaar lijkt te krijgen om heel het koninkrijk van God op aarde uit te roeien. Want wat gebeurt er? Nou, het begint heel positief. Genesis 6 begint met te vertellen hoe de mensen de opdracht die de Heere hen gegeven heeft trouw uitvoeren. Bij de schepping had de Heer aan Adam en Eva de opdracht meegegeven: wees vruchtbaar en vermenigvuldig u en vervul de aarde. God had de mens geschapen naar zijn beeld. En wie kijkt naar de mens wordt herinnerd aan wie God is. En nu wil de Heer dat dat beeld van God over heel de aarde zichtbaar wordt. Zodat je overal waar je op aarde komt, in het zien van mensen en in het zien van hoe ze leven, herinnerd wordt aan wie God is.
Nou, de mensen doen wat de Heer hen opgedragen heeft. Ze vermenigvuldigen zich. We lezen in vers 1, het geschiedde als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen. Dus het plan van God om zoveel mensen op de aarde te hebben, dat je overal zijn beeld van God, zijn beeld tegenkomt, nou, dat plan lijkt werkelijkheid te worden. Het aantal mensen op aarde groeit hard. Ja, zegt er iemand die een beetje oplet. Hoe kan dat eigenlijk? Hoe kan de mensheid nu in zo'n korte tijd groeien? Want aan het begin van Genesis 4 hebben we nog maar 2 mensen, Adam en Eva. En nu 2 hoofdstukken verder, aan het begin van Genesis 6, hebben we opeens heel veel mensen. Waar komen al die mensen opeens vandaan? Hoe kan de mensheid in zo'n korte tijd zo hard groeien? Het antwoord op die vraag is niet heel moeilijk. Kijk maar naar het geslachtenregister in Genesis 5. Naar de leeftijden die daar genoemd worden. Als je een Bijbel met uitleg hebt, kijk dan eens naar de tijdlijn die boven Genesis 5 staat afgedrukt. Want als je kijkt naar de leeftijden die in het geslachtsregister van Genesis 5 genoemd worden, dan zie je dat Noach iets van 1000 jaar na Seth geboren wordt. En de zondvloed die vindt nog eens 600 jaar verder plaats, als Noach 600 jaar is. Dus tussen Seth en de zondvloed zit meer dan 1500 jaar. Je begrijpt, in 1500 jaar kan veel gebeuren. En er is in die tijd ook veel gebeurd. Zowel het geslacht van Kaïn als het geslacht van Seth, ze zijn in die tijd hard gegroeid. Ze hebben die opdracht van de Heere vervuld om zich te vermenigvuldigen. Maar dan gebeurt er iets. Iets wat Gods plan om overal op aarde zijn koninkrijk te vestigen, de aarde vol te maken van mensen die zijn beeld vertonen. Nu gebeurt er iets wat dat plan in gevaar brengt. Want we lezen in vers 2 dat in die tijd Gods zonen de dochters van de mensen aanzagen. Dat zij schoon waren. En zij namen zich vrouwen uit alle die zij gekozen hadden. En blijkbaar is dit iets wat de Heer heel erg vindt. Want we lezen in vers 3, toen zei de Heere, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, omdat hij vlees is. Doch zijn dagen zullen zijn 120 jaar. Dus hier gebeurt iets waar de Heere zo moe en zo boos om is, dat hij het zo zat is, dat hij helemaal klaar is met het geëmmer van deze mensen. Hij beperkt hun leeftijd. Vanaf nu zullen ze nog maximaal 120 jaar oud worden. Nou, wat is hier nu aan de hand dat de Heer zo hard ingrijpt? Waarom vindt de Heer het zo erg wat de mensen hier doen? Waarom is wat zij hier doen zo'n bedreiging voor zijn koninkrijk en voor zijn beeld hier op aarde? Het antwoord wordt gegeven in vers 2. Gods zonen zien de dochters van mensen dat zij schoon waren en zij namen zich vrouwen uit alle die zij gekozen hadden. Ja, en je zou zeggen, op zich is dit vers best duidelijk. Gods zonen kijken naar de dochters van mensen. En dan zien ze dat die heel knap zijn. En dan trouwen ze met hen. Alleen, wie zijn die zonen van God? En wie zijn die dochters van mensen? Als je in het Oude Testament op zoek gaat naar die uitdrukking, zonen van God, Bnei ha-Elohim in het Hebreeuws, dan kan dat 3 dingen betekenen. Soms wordt het gebruikt voor de engelen. In Job 1 vers 6 en Job 2 vers 1 wordt over de engelen gesproken als Bnei ha-Elohim, zonen van God. Dus als zonen van God engelen betekent, dan zou vers 2 zeggen dat engelen relaties aangaan met menselijke vrouwen. De grenzen tussen de soorten worden niet gerespecteerd. Net zoals het verwerpelijk is als een mens seksuele omgang heeft met een dier, zo is het ook verwerpelijk als engelen seksuele omgang hebben met mensen. De grenzen tussen de soorten, de grenzen die God in de scheppingsorde gegeven heeft, die worden dan niet gerespecteerd. In die uitleg loopt Gods koninkrijk gevaar, omdat engelen en mensen zich niet houden aan de grenzen die God hun koning gesteld heeft. En het beeld van God, dat raakt gecorrumpeerd doordat engelen en mensen zich met elkaar bemengen.
Maar hoe fascinerend deze uitleg ook is, en ook al is er door de kerkgeschiedenis heen altijd een groep mensen geweest die deze uitleg voorgestaan heeft, toch denk ik niet dat deze juist is. Kijk naar vers 3, dan legt God de schuld niet bij de engelen, maar bij mensen. Het zou raar zijn als in deze uitleg de engelen het zijn die de grenzen die God gesteld heeft niet respecteren, dat dan de mensen daarom gestraft zouden worden. En trouwens, ook als je kijkt naar wat de Heer Jezus zegt over engelen in Matthäus 22, vers 30. Ook dan is het niet waarschijnlijk dat het hier over engelen gaat. De Heer Jezus zegt in Matthäus 22, vers 30, dat we na de wederkomst zullen worden als de engelen. Dat we niet meer tot vrouw nemen en tot vrouw geven. Kortom, als die zou gaan over de engelen, dan is dat een uitleg die zegt dat de Heer Jezus ernaast zit. Ik denk dus niet dat je kunt zeggen dat deze uitleg de juiste is. De volgende mogelijkheid, de volgende vertaling van zonen des mensen in het Hebreeuws, die gaat over koningen of rechters. In de Bijbel worden rechters en koningen regelmatig Bnei Elohim genoemd, zonen van God. Ze worden zonen van God genoemd omdat ze namens God regeren over de aarde. Dat ze namens God recht spreken op aarde. Maar het ligt niet echt voor de hand dat het hier bedoeld wordt. Want waarom zou God boos worden als koningen of rechters mensen tot vrouw nemen? Koning David, de koning Salomo en andere koningen die met de Heere leefden, hadden ook vrouwen. Dachten dat je als koning niet mag trouwen, kom je in de Bijbel niet tegen. Dus ook dat kan de juiste uitleg niet zijn. Ik denk dat de meest voor de hand liggende uitleg is dat met Gods zonen hier de mensen bedoeld worden die met de Heere leven. Dat met dochters van de mensen hier de meisjes uit het geslacht van Kain bedoeld worden. Meisjes uit het geslacht dat zonder de Heere leeft. Met die uitleg snappen we meteen waarom de Heere hier zo boos om wordt. Het onderscheid tussen het geslacht dat met de Heere leeft en het geslacht dat zonder de Heere leeft, dat dreigt te verdwijnen. Jongens uit het geslacht dat met de Heere leeft, trouwen met meisjes uit het geslacht dat zonder de Heere leeft. Zo dreigt het geslacht dat met de Heere leeft te verdwijnen. Zo dreigt het koninkrijk van God dat in het geslacht van Seth vorm kreeg te verdwijnen van de aarde. Deze gemengde huwelijken, het is als een nieuwe zondeval. Het is alsof de mensheid opnieuw tegen God kiest. Het is alsof ze opnieuw luisteren naar de slang, naar de duivel. En voordat u zegt dat is een beetje overtrokken om het zo te zeggen, de schrijver van Genesis zegt heel bewust de link naar de zondeval. Hij gebruikt precies dezelfde woorden als die hij gebruikt heeft toen hij de verleiding van Eva beschreef. Want wat lezen we bij de zondeval in Genesis 3, vers 6? Daar lezen we, Eva zag dat die boom goed was en zij nam. En hier in Genesis 6, vers 2, lezen we dezelfde woorden in het Hebreeuws. De jongens uit het geslacht dat met de Heere leeft, zien dat de meisjes die zonder de Heere leven er goed uitzien. En ze nemen hen tot vrouw. Dezelfde woorden in het Hebreeuws. Het is net als bij de zondeval. Maar de zondeval begint bij het zien van iets wat leidt tot het nemen van de vrucht die God verboden had. Eva zag de vrucht en er komt begeerte in haar hart. En ze neemt ervan, ondanks dat God het verboden heeft. Maar zo is het ook hier. Deze jongens zien deze meiden, die zonder de Heer leven, dat ze er goed uitzien. En een begeerte wordt gewekt. En ze nemen hen tot vrouw. Terwijl de Heer dat verboden had. Opnieuw kiezen degenen die met de Heere leven voor hun eigen begeerte. In plaats van dat ze luisteren naar de Heere. Het koninkrijk van God loopt gevaar. Omdat de onderdanen van Gods koninkrijk niet meer willen luisteren naar hun koning.
Ze negeren het gebod van hun koning om hun eigen begeerte na te volgen. Om te doen waar ze zelf zin in hebben. En als je dan kijkt naar vers 5, dan zie je waar dat toe leidt. En de Heere zag dat de slechtheid van de mensen op aarde groot was. En dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Dus het aangaan van huwelijken met mensen die zonder God leven, dat leidt ertoe dat het geslacht dat met de Heere leeft, meegaat in de zonde. Dat ze net als dat geslacht wat zonder de Heere leven, de zonde gewoon gaan vinden. Door iets wat velen in onze tijd maar iets onbelangrijks, iets kleins vinden. Namelijk verkering krijgen met een jongen of meisje wat niet kerkelijk is. Door iets kleins dreigt het koninkrijk van God te verdwijnen. Het leidt ertoe dat Gods geboden worden losgelaten. Het leidt ertoe dat hun nageslacht niet meer met de Heere leeft. Het koninkrijk van God dreigt te verdwijnen van de aarde. Nou, dat is waarom de Heer in vers 3 met zo'n harde straf komt. Dat hij de maximale leeftijd van de mens terugbrengt tot een tiende van wat het was. En let erop dat in dit hoofdstuk, juist ook als de straffen van de Heere beschreven worden, de naam Heere gebruikt wordt. Heere met allemaal hoofdletters. Ja, wij in het Hebreeuws. De naam voor God als de God van het verbond. De God die relaties met mensen aangaat. Het is denk ik niet voor niks dat juist hier de naam van de Heere gebruikt wordt veelvuldig. Want dat wat de mensen hier doet, raakt God tot in het diepste van wie hij is. Ze zetten hem, de verbondsgod, de God die graag een relatie met hen heeft, ze zetten hem aan de kant. En ze kiezen voor een menselijke relatie. Om die belangrijker te vinden dan een relatie met hem. De Heer kan dat niet ledig toezien. Hij kan niet ledig toezien hoe de mensen de relatie met hem verbreken. En daarom komt hij met zijn straf. Niet langer is de maximale leeftijd rond de 1000 jaar, zoals voor de zondvloed. De Heer brengt de maximale leeftijd terug tot maximaal 120 jaar. Gemengde huwelijken brengen Gods koninkrijk in gevaar. Daarom grijpt de Heer hard in. Door met de zondvloed al die mensen weg te vagen. En na de zondvloed de maximale leeftijd terug te brengen tot 120 jaar. En je hoort toren in de stem van de Heer in vers 3. De Heer zegt als het ware, wie denken die mensen wel niet dat ze zijn? Wat denken ze wel niet? Het zijn maar mensen. Ze zijn maar vlees, ze zijn maar vergankelijk. Wat denken ze wel niet dat ze zijn? Om als vergankelijke schepselen hun schepper, die onvergankelijk is, ongehoorzaam te zijn. Om zo mijn koninkrijk op aarde op spel te zetten. Ik zal hun een plaats leren, wil de Heer zeggen. Ik zal hen laten zien en ik zal hen laten voelen dat ze vergankelijk zijn. Dat ze maar sterfelijke mensen zijn. Ik zal hun leeftijd flink inkorten. Niet meer dan 900 jaar, maar maximaal 120 jaar. Zo zet de Heer de mensen op hun plek. Laat hij hen voelen wie wij zijn als mensen. Wij zijn slechts vergankelijk, we leven maar even. Laat de Heer zijn toorn over deze gemengde huwelijken blijken. Zo laat hij zien hoe afschuwelijk hij het vindt als een jongen uit het geslacht dat met de Heer leeft een relatie aangaat met een meisje dat zonder de Heer leeft. En u voelt de toepassing al aankomen, denk ik. Dit is precies de toepassing die ook voor ons geldt. Misschien denk jij wel net zoals de mensen in Genesis 6. Ach, met wie ik een relatie aangaat, dat moet ik toch zelf weten? Daar heeft God toch niks mee nodig? Met wie ik verkering neem, dat heeft toch niks te maken met het koninkrijk van God? Nou, als je zo denkt, dan vergeet je dat je gemaakt bent door God. Dan vergeet je dat het belangrijkste doel waarom we als mensen op aarde zijn, niet is dat ik nou gelukkig word, op de manier die mij het beste lijkt, maar dat ik leef met God. Mijn belangrijkste doel op aarde is om te leven als een onderdaan van het koninkrijk van God. En dat raakt zo, laat Genesis 6 ons zien, dat raakt ook ons huwelijk. Een goed huwelijk, dat is niet alleen een huwelijk waarin je elkaar aantrekkelijk vindt,
En waarin je elkaar gelukkig maakt. Nee, een goed huwelijk is pas een goed huwelijk wanneer je samen in je huwelijk het koninkrijk van God vormgeeft. Waarin je elkaar helpt om met de Heere te leven. En ook als je kinderen krijgt, dan staat een goed huwelijk ten dienste van het koninkrijk van God. Dan is het dus het belangrijkste als vader en moeder dat je je kind leert om met de Heere te leven. Dat je kinderen gaan leven als onderdanen van het koninkrijk van God. Als onderdanen van koning Jezus. Dat ze gaan leven naar Gods geboden, naar zijn wil. Dat ze iets van wie de Heere is laten zien op deze aarde. Nou, stel jezelf de vraag maar. Is dit nou de manier van denken die mij eigen is? Als ik nou heel eerlijk ben, waar leef ik dan voor? Leef ik dan voor het koninkrijk van God? Leef ik dan om een onderdaan te zijn van koning Jezus? Wil ik iemand zijn die naar zijn geboden luistert? Ook al botsen Gods geboden soms met wat ik zelf wil? Of ben ik hier net als de mensen die God door de zondvloed wegvaagt? Wil ik best naar Gods geboden luisteren, zolang ik er maar geen last van heb. Zolang ze niet ingaan tegen wat ik zelf wil. Zolang ze mijn geluk maar niet in de weg staan. Als ik kijk naar mijn gezin, dit soms ook hoe ik omga met mijn kinderen. Is het in ons gezin het belangrijkste doel om samen met de Heere te leven? Om als gezin een koninkrijk van God in het klein te zijn? Of is het in jouw gezin een optie om zonder de Heere te leven? Om niet als onderdaan van de Heere door het leven te gaan. Maar als een rebel die openlijk ingaat tegen Gods geboden. Nou, het Genesis 6 klinkt een aansporing. Laten we het leven met de Heere serieus nemen. De Heer heeft ons geschapen om naar zijn beeld te leven. Om zijn beeld te vertonen. Om te lijken ook in onze levenswandel op hem. De Heer heeft ons geroepen om zijn koninkrijk op aarde te zijn. Laten we dan in ons leven en ook in ons gezin onderdaan van dat koninkrijk zijn. En zo leven. Want dat is waar het om gaat. Nou jongeren, dat geldt dus ook voor jou. Dat geldt dus ook als jij een jongen of een meisje leuk vindt. De Heere laat zien dat hij boos wordt op mensen die hij apart gezet heeft om bij hem te horen. De Heere wordt daar boos om als jij een relatie aangaat met iemand die zonder de Heere leeft. En dat zegt de Heere niet alleen in dit gedeelte, dat zegt de Heere ook in andere gedeeltes van de Bijbel. Zowel het Oude als het Nieuwe Testament verbiedt de Heere het keer op keer op keer dat je een relatie aangaat met een niet-gelovige. Daar waarschuwt hij tegen. Dat verbiedt hij. En laat ik maar één voorbeeld noemen uit het Nieuwe Testament. 2 Korinthe 6 vers 14. Daar waarschuwt de Heer. Vorm geen ongelijk span met een ongelovige. Want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Wat heeft nu een gelovige met een ongelovige? Dus de Heere zegt daar tegen jou, hoe kun je dat doen? Hoe kun je een relatie aangaan met een ongelovige? De Heere zegt, dat past toch niet bij elkaar? Dat is toch een wereld van verschil? Hoe kun je nu leven als onderdaan van het koninkrijk van God? Hoe kun je God nu op de hoogste plaats hebben staan in je leven? Hoe kun je nu leven tot Gods eer en naar zijn geboden en tegelijkertijd een relatie hebben met iemand voor wie God niet op de hoogste plaats in staat in het leven. Die niet God de eer wil geven. Die niets heeft met Gods geboden. Dat gaat toch niet? Dat werkt toch niet? Hoe dacht je dat te doen? Jij wil naar de kerk 2 keer op zondag. En je man of vrouw wil iets leuks gaan doen. Jij wil je kinderen opvoeden met de Heere. En je man of vrouw zegt dat je hen sprookjes aanleert. Man of vrouw wil iets doen wat de Bijbel zonde doet. Ja, en jij wil luisteren naar de Heere.
En zo zijn er heel veel dingen te noemen waarin je verschillend in het leven staat als gelovig en ongelovig. Hoe ga je dat ooit doen? Dat werkt toch niet, zegt de Heer. Ja, er is trouwens één manier waarop het wel werkt. Dat is als één van de twee zich aanpast. En gelukkig gebeurt het soms, ook al zijn dat uitzonderingen, dat een jongen of meisje wat niet kerkelijk is opgegroeid, dat die zegt, nou, ik zie dat geloven zo belangrijk is voor je. Ik word ook christen. Ik ga ook de Heer zoeken. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Je dat kunt afspreken aan het begin van je verkering. En dat blijft zo na een paar maanden. Is dat nog steeds zo? Nou, wat is dat prachtig. Je hebt iemand onder het woord. Je hebt iemand bij de Heer gebracht. Maar we weten allemaal, dat zijn slechts uitzonderingen. Meestal krijg je iets van een wederzijdse compromis. Ik ga mee naar de kerk en dan doe jij mee met mijn wereldse levenswandel. Of nog vaker. Goed, als jij wil geloven, dan moet je dat vooral doen, als ik er maar geen last van heb. En ik verwacht wel dat je gewoon leuk meedoet. En niet zo moeilijk doen als je ouders, die van alles zonde vinden op grond van de Bijbel. Maar zo word je bij God vandaan getrokken. Zo ga je schipperen in het dienen van de Heere. En in het leven naar zijn geboden. Zo word je weggetrokken bij de Heere. En bij het Koninkrijk van God. En het erg is, als je dan kinderen krijgt, dan neem jij mee de eeuwige ondergang in. En zelfs al zou je zelf nog naar de kerk blijven gaan, terwijl je man of vrouw niet gelooft, hoe moeilijk is het dan om je kinderen op te voeden met de Heere? Want hoe goed je je best ook doet, die kinderen voelen heus het verschil aan. Tussen wat jij hen voorleeft en wat je niet-gelovige man of vrouw hen voorleeft. Papa gaat niet naar de kerk. Ik wil ook niet, ik wil thuis blijven bij papa. Papa vindt het gewoon goed als ik dit of dat doe. Waarom mag dat van jou niet? Hoe papa leeft vind ik veel leuker dan hoe jij leeft. Later, als ik groot ben, doe ik net als papa. Dan ga ik ook niet meer naar de kerk. De trieste werkelijkheid is dat kinderen die opgroeien in een gezin waarvan een van de twee ouders niet kerkelijk betrokken is, bijna altijd breken met de kerk. Maar als je een jong of meisje leuk vindt wat niet kerkelijk is, denk daar eens over na. Waar begin ik aan? Ik zet mijn eigen zaligheid op het spel. En zelfs al lukt het mij om met de Heere te blijven leven en mij niet te laten beïnvloeden door mijn aanstaande man of vrouw, iets wat heel moeilijk is, dan is de kans heel erg groot dat mijn kinderen er wel door beïnvloed worden. Dat mijn kinderen gaan leven zonder de Heere. Dan worden mijn kleinkinderen en mijn achterkleinkinderen en allen die daarna komen, groeien dan allemaal op zonder de Heer. Gaan dan allemaal verloren. Omdat ik zo nodig het gebod van de Heer in de wind moest slaan. En tegen zijn gebod in bekering nam. Met dat knappe meisje, die knappe jongen die niet geloofde. Wil je dat op je geweten hebben? Straks voor de rechterstoel van God staat, ga je dan zeggen, sorry hoor Heer, ik vond het belangrijker om mijn hart te volgen dan naar uw geboden te luisteren. En dat er mijn kinderen en al mijn verdere nageslacht in de hel zit, nou jammer dan. De Heer waarschuwt je vanmorgen. Trek geen juk aan met de ongelovigen. Neem die waarschuwing van de Heer serieus die vanuit Genesis 6 tot je komt. Het is een verleiding van de Satan om je weg te trekken bij de Heer en zijn dienst. Het is een poging van de Satan om jou en je nageslacht buiten het koninkrijk van God te houden. Denk niet dat dit niet uitmaakt. Maar let erop hoe de Heer ermee omgaat. Het is voor de Heer een reden om de zondvloed te sturen. Om al deze mensen weg te vagen van de aarde. Zo zwaar neemt God het op. Dus heel concreet, als je nou iemand leuk vindt die niet kerkelijk is, nou, ga dan eerst het gesprek maar aan.
Of hij of zij bereid is om om jou mee te gaan naar de kerk. Om om jou christen te worden. En zo niet. Luister dan naar de Heere. En zeg tegen hem of haar dat dan een relatie niet mogelijk is. En als je een relatie hebt met iemand die niet kerkelijk is. En hij of zij is nog steeds onkerkelijk. Ook al heb je al een tijdje verkering. Is de Bijbels opdracht heel duidelijk, verbreek die relatie. Geef dan aan dat tenzij die ander verandert en meegaat naar de kerk en christen wil worden, de Heere wil gaan zoeken. Dat het dan voor jou onmogelijk is om die relatie voor te zetten. De Bijbel is hier heel duidelijk. Wie onderdaan van het koninkrijk van God wil zijn, kan geen huwelijk met een ongelovige aangaan. De Heere die gunt jou een beter huwelijk. Een huwelijk wat veel dieper gaat dan het huwelijk wat met een ongelovige je ooit kan geven. De Heer die heeft het huwelijk bedoeld als een band waarin je niet alleen het aardse leven met elkaar deelt, maar waarin je ook het geestelijke leven met elkaar deelt. Waarin je samen met de Heer leeft. Waarin dat wat het belangrijkste is in je leven, de Heer en het leven met Hem, waarin dat ook het belangrijkste is voor je man of voor je vrouw. En als dat er is, wat geeft dat een diepe band? Kun je samen napraten over de preek. Kun je met elkaar delen wat je aangesproken heeft in de preek. Wat je in de preek geleerd hebt over de Heere en over het leven met Hem. Zulke gesprekken geven een diepe verbondenheid. Je kunt samen bidden met elkaar. Dan is dat mooi om te doen. Samen alles wat jullie bezighoudt in het gebed brengen bij de Heere. En ook de zorgen die er kunnen zijn. Ze meenemen in het gebed naar Hem om ze voor zijn aangezicht neer te leggen. Heeft dat een verbondenheid als je hoort hoe je man of vrouw bidt voor jou. En je weet het, dat doet ze niet alleen nu we samen aan het bidden zijn. Dat doet hij of zij nu ook als die voor zichzelf aan het bidden is. Ik heb een persoonlijke voorbidden. Mijn man, mijn vrouw bidt voor mij. Ook op die momenten dat ik bidden moeilijk vind en daar de woorden niet voor heb. Dan weet ik, mijn man, mijn vrouw, die brengt mijn gebeden. In haar of zijn gebed bij de Heer. Bind samen. Dat ook voor het Bijbellezen. Natuurlijk zoals de Heer dat bedoelt. En spreek je met elkaar als je een stukje uit de Bijbel gelezen hebt. Kun je met elkaar over hebben wat er staat, wat je gelezen hebt. En wat dat betekent voor jullie leven. Dan kun je elkaar helpen om dat ook in de praktijk te brengen, wat je gelezen hebt. Met elkaar in zo'n huwelijk aansporen om met de Heer te leiden. En wat een zegen is dat. Dat je als man, als je soms te druk bent met je werk, dat je dan een vrouw hebt die zegt, vergeet je stille tijd niet. Wat een zegen is als vrouw, dat je een man hebt die op de Heere wijst, als je dreigt af te dwalen. Zo elkaar aansporen, zo elkaar ook bemoedigen. Elkaar wijzen op de Heere. Elkaar wijzen op de belofte van de Heere. Dat bindt samen. Dat geeft diepgang aan je huwelijk. Niet alleen het aardse leven met elkaar deelt, maar ook in het geestelijke leven aan elkaar verbonden bent. Dat is hoe de Heer het huwelijk bedoeld heeft. Dat is het huwelijk wat de Heer je gunt. Het huwelijk waarin je ook de diepste dingen van het leven, leven met de Heer, met elkaar deelt. Dat is het huwelijk wat de Heer voor ogen heeft. Een huwelijk waarin zijn koninkrijk zichtbaar wordt. Waarin zijn koninkrijk doorgegeven wordt aan de volgende generaties. Een huwelijk waarin je als man en vrouw de diepe verbondenheid ervaart. Die er is als je samen met de Heere leeft. En de mensen uit het geslacht dat met de Heere leeft, trouwen met mensen uit het geslacht dat zonder de Heere leeft. En de Heere wordt zo boos dat ze zijn koninkrijk op aarde in gevaar brengen. Dat hij besluit hen weg te vagen met de zondvloed. Ga naar ons tweede punt. De Heere geeft uit genade een nieuw begin. Nou, waar leidt het nu toe als dat geslacht dat met de Heere leeft, trouwt met mensen die zonder de Heere leven? Nou, het leidt zo, laat Genesis 6 ons zien, tot een samenleving die van God los is. Vers 4 schildert ons het beeld. In die dagen waren er reuzen op aarde.
En ook daarna, toen Gods zonen tot de dochters van de mensen ingegaan waren en zich kinderen gewonnen hadden. Deze zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn, mannen van naam. En het woordje reuzen in dit vers, Nephilim in het Hebreeuws, dat betekent letterlijk afvallige. Dus je mag het ook vertalen als afvallige. In de dagen waren er afvalligen op aarde. En waar staan die afvalligen bekend om? Nou, die bestaan bekend vanwege hun geweld. Het waren reuzen, niet in de zin dat iedereen tegen hen opkeek vanwege hun lengte. Maar ze waren reuzen in de zin dat iedereen tegen hen opkeek vanwege de hoeveelheid geweld die ze gebruikten. Dus de dingen die we eerst alleen tegenkwamen in het geslacht van Kaïn, het geslacht dat zonder de Heere leefde, dat ze niks aantrokken van Gods regels over het huwelijk, dat ze zich beroemden op geweld. Nou, dat is nu iets wat voor heel de mensheid geldt. Door tegen Gods wil in te trouwen met mensen uit het geslacht dat zonder de Heere leeft, is het onderscheid verdwenen. Het geslacht dat eerst met de Heere leeft, het heeft zich aangepast. Door die gemengde huwelijken. Ze zijn hetzelfde geworden, ze zijn hetzelfde gaan leven als het geslacht dat zonder de Heere leeft. En vers 5 vat het dan treffend samen. En de Heere zag dat de boosheid van de mensen menigvuldig was op de aarde. Het gedichtsel van de gedachten van zijn hart, de alle dagen alleen boos was. Waar je in het begin van Genesis de hoop kon hebben dat het geslacht van Seth anders was. Dat zij wel met de Heere leefden. Dat zij staande zouden blijven. Maar laat Genesis 6 zien, helaas. Ook zij vallen van de Heere af. En als een verdrietig dieptepunt lezen we dan in vers 6 en 7 hoe de Heere daarop reageert. Toen berouwde het de Heere. En opnieuw de naam van de verbondsgod. Dat hij de mens gemaakt had op aarde. En het smartte hem aan zijn hart. En de Heere zei, ik zal de mens die ik geschapen heb verdelgen van de aardbodem. Van de mens tot het vee, tot het kruipend gedierte en het gevogelte van de hemel toe. Want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. De Heere ziet wat er van zijn schepping geworden is. En heeft hij er berouw van dat hij de mens gemaakt heeft. Wat heeft de mens zijn goede schepping kapot gemaakt? Wat heeft de mens van zijn goed, de schepping die hij gemaakt had tot zijn eer, een schepping gemaakt die tot oneer is van hem? Wat heeft hij er een verdriet van? Als de verbondsgod, als de God die relaties met mensen aangaat, raakt hem dit diep. Zo heeft hij dit niet bedoeld. Zo heeft hij het niet gewild. Hij had het zoveel anders, zoveel beter bedoeld. Hij had een aarde bedoeld die vol was van mensen die zijn beeld vertoonden. Die met hem leefden als onderdanen van zijn koninkrijk. Het hart van de Heere huilt als zij dit ziet. Koninkrijk van God is verdwenen. En de mensen trekken zich niets meer aan van hem, hun koning. In plaats van het beeld van God te vertonen en zo te laten zien dat de Heere goed is, vertonen ze het beeld van zijn vijand, de duivel. Ze leven in hoogmoed en in zonde, zonder relatie met hem. Zelfs het geslacht dat met hem leeft is opgegaan in de massa en leeft zonder hem. Daarom zegt de Heere bij zichzelf, laat ik ze maar wegdoen. Weg met deze schepping die vol zonde is. Er is maar één oplossing. Weg ermee. Voor ons de vraag, herkennen wij dat verdriet van God? Als je leest dat het God raakt, als mensen zonder hem leven, raakt het jou ook? Maakt het jou ook verdrietig als je mensen openlijk ziet zondigen? Herken je de teleurstelling die de Heer hier uitspreekt? Zo heb ik het niet bedoeld. Hoe kun je dat nou doen? God heeft je gemaakt. Waarom leef je dan niet tot zijn eer? Hoe durf je om openlijk in te gaan tegen de geboden van je schepper? Dat ziet, maak je dat verdrietig? Kun je er eigenlijk best wel mee leven? Ach ja, wat hun doen, dat is hun zaak. Dat moeten ze zelf weten. Als ik daar verdrietig om zou moeten worden, dan zou ik heel de dag verdrietig moeten zijn. Ik kijk naar mijn kinderen, naar mijn kleinkinderen en naar mijn broers en zussen en naar mijn collega's. En als ik daar verdrietig om zou moeten worden,
Lieve mensen, hoe kan dat? Hoe kunnen wij iets waar de Heere verdrietig om is, gewoon vinden? Hoe kunnen wij iets onverschillig aanzien terwijl het de Heere raakt? Zouden we er geen verdriet van moeten hebben als we zien dat mensen in opstand leven richting God? Ze Gods geboden naar zich neerleggen en hun leven inrichten naar eigen inzicht. Zouden we dan niet net als de Heere verdrietig moeten zijn? En zouden we dan met dezelfde manier waarop we naar de mensheid kijken, waarop God dat doet, hier in Genesis 6, zouden we op diezelfde manier ook niet naar onszelf moeten kijken? Met verdriet? Omdat wij niet zijn zoals God ons bedoeld heeft? Met verdriet omdat ook wij zonde doen? Met verdriet omdat ook in ons leven niet alles gericht is op de eer van God? Genesis 6 lezen, dan hoort daar ootmoed en boetvaardigheid bij. Verdriet en berouw. Want wij maken onderdeel uit van die wereld die in de boze ligt. Wij doen mee in de zonde. Wij doen mee in het niet volkomen leven tot eer van God. Oordeel wat God over de wereld brengt, door hen allemaal weg te vagen door de zondvloed, is een oordeel wat ook wij verdienen. Laat dat vanmorgen eens tot je doordringen. Als nu de zondvloed zou zijn, zou God mij dan uitsluiten? Of zou ik hetzelfde oordeel verdienen als de mensen toen? Maar juist als je dat ziet, dan wordt vers 8 een wonder. Want juist als je denkt, nu is het afgelopen, nu komt Gods oordeel, nu is het klaar met de mensheid, en terecht ook, dan klinkt opeens het heerlijke evangelie in vers 8. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. Zo is de Heere. Hij zorgt ervoor dat het niet eindigt in de diepte. Hij zorgt ervoor dat het niet eindigt in het oordeel. Maar in zijn grote genade gaat hij verder met de mensheid. Hij is de verbondsgod die elke keer als mensen de relatie met hem verbreken en opzoekt om de relatie met hem te herstellen. In zijn genade zet God via Noach zijn koninkrijk voort. In Noach geeft hij de mensheid een tweede kans. En het is iets wat je steeds weer ziet in Genesis. Het is iets wat je steeds weer ziet in heel de Bijbel. Elke keer als je denkt, en nu is het dieptepunt bereikt, nu is de Heere het zat, nu maakt hij er een eind aan en is het afgelopen met ons mensen, dan is daar elke keer weer Gods genade. Dan zien we elke keer dat God uit genade opnieuw een nieuw begin geeft. Zo is onze God. Barmhartig en genadig is de Heere. Grootmoedig en groot van goede tierenheid. Eindigt niet met het oordeel. Ook al is het oordeel wel gekomen over al de mensen die hier zonder de Heere leven. En dat moeten we niet vergeten. Wie kiest voor een leven zonder God, ontloopt het oordeel niet. Ook al is God genadig. Maar daar eindigt het niet mee. In Gods grote genade geeft hij een nieuw begin. Door Noach. Hij zorgt ervoor dat via Noach zijn koninkrijk op aarde blijft. En zijn koninkrijk wordt voorgezet. En straks als we verder komen in Genesis zullen we zien dat Noach niet het nieuwe begin gebracht heeft wat we verwacht zouden hebben. Ook hij valt in zonde. Hij ligt straks met een dronken hoofd in zijn tent, naakt. Noach heeft niet het nieuwe begin gebracht waar we naar uitzien. En dat is de teleurstelling die je steeds weer hebt als je de Bijbel leest. Keer op keer op keer geeft de Heer een nieuw begin. En elke keer denk je, misschien gaat het nu wel lukken. Misschien dat het nu goed gaat. Misschien dat er nu iets van dat koninkrijk van God terechtkomt en de mensen met de Heer gaan leven tot zijn eer. Maar elke keer valt het weer tegen. Zelfs de mensen die met de Heer leven, lukt het niet om zonder zonde te leven. Ook hen lukt het niet om volkomen op God gericht te zijn en zijn eer te bedoelen. Ook al is God genadig, als het van mensen moet afhangen, komt het nooit goed. Dan is er geen hoop meer voor ons mensen. En dat maakt de boodschap van het evangelie zo'n wonder. God laat het niet van mensen afhangen.
God heeft zijn zoon gezonden, de Heer Jezus. En wat wij mensen nu niet kunnen, dat heeft hij gedaan. Hij heeft heel zijn leven voor God geleefd. Er is geen moment geweest in zijn leven dat hij niet de eer van God bedoeld heeft. Heel zijn leven lang was hij toegewijd aan zijn hemelse vader. Hij heeft geen zonde gekend nog gedaan. Zijn leven was volkomen op God gericht. In zijn grote genade geeft God in hem, de Heer Jezus, een nieuw begin. Iedereen die in hem gelooft, wordt niet weggevaagd. Zoals de mensheid met de zondvloed weggevaagd is. Maar iedereen die in hem gelooft, heeft het eeuwige leven. God komt vanmorgen tot je, met zijn genade. Er is voor jou een nieuw begin. Er is voor jou eeuwig leven. Als je gelooft in de Heer Jezus. De boodschap is vanmorgen gebracht vanuit Genesis 6. Je hebt een nieuw begin nodig, anders wacht je het oordeel van God. Dat nieuwe begin, dat is er. In zijn grote genade geeft God in de Heer Jezus een nieuw begin. Voor ons de vraag, geloof ik dat? Zeg ik vanmorgen, ja Heer, dit is wat ik nodig heb. Daar zeg ik amen op. Zeg er amen op dat ik uw oordeel verdien. Zeg er amen op dat ik een nieuw begin nodig heb. En ik zeg ook amen op het offer van de Heer Jezus. Heer, als dat voor u genoeg is, dan is het ook voor mij genoeg. Heer, ik verwacht het van u. Jezus, ik moet het hebben van uw offer. Als je het zo van hem verwacht, dan is er toekomst. Dan is er hoop. Dan is er eeuwig leven. Want onze God is genade. Amen. We zingen als antwoord op de preek uit het gebed des Heren, vers 6 en vers 10. Vers 6, een gebed om vergeving van zonde. En vers 10, een uitroep van geloof en vertrouwen. Ja, amen. Trouwe Vader, ja, wij maken staat op uw genade. Gebed des Heren, vers 6 en 10.
Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvang in zijn naam zijn zegen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.